Hoi, welkom bij het zesde filmpje in de serie Woordsoortbenoeming. Dit filmpje gaat over voorzetsel en is daarmee eigenlijk ook het laatste filmpje in deze serie. Dit is het rijtje dat we in de serie hebben behandeld. Van zelfstandig naamwoord tot en met voorzetsel. Heel even opfrissen. Zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld auto. Dan kan ik er een lidwoord aan toevoegen. Ik kies even voor een bepaald lidwoord. De auto. En dan kan ik er nog een bijvoeglijk naamwoord voor zetten. De rode auto, dan heb ik 1 tot en met 3 al gehad. Ga ik een werkwoord toevoegen. Rijdt, zelfstandig werkwoord, heeft gereden. Dan heb ik ook nog een hulpwerkwoord erbij. Daar heb ik eigenlijk al een klein zinnetje. Ik zou nog een aanwijzend voornaamwoord kunnen toevoegen. Nog makkelijker zou zijn om hier even het bepaald lidwoord te vervangen. Door een aanwijzend voornaamwoord. Bijvoorbeeld die rode auto rijdt. Ja, rijdt. Op straat. En dan heb ik ook nog een voorzetsel toegevoegd. En dat ga ik je verder in dit filmpje vertellen wat dan het voorzetsel is. Je zult ongetwijfeld op de basisschool geleerd hebben dat je het voorzetsel voor de kast kan invullen. Of soms leer je het kooitje op de kast, naast de kast, onder de kast. In de kast zou natuurlijk ook nog kunnen. Of uit de kast. Nou, alles wat je daar kan invullen is voorzetsel. En daarmee is het voorzetsel dus eigenlijk een van de makkelijkste woordsoorten. Een voorzetsel geeft op die manier bijna altijd een plaats aan. Het kan ook een tijd aangeven. Bijvoorbeeld om 3 uur spreken we af. Nou, dan is om ook een voorzetsel. Ja, waarom heet het voorzetsel? Nou, voorzetsel. Het is wel goed als je dat begrijpt. Want als je dat begrijpt, snap je echt helemaal wat een voorzetsel is. Een voorzetsel heet voorzetsel, omdat je het voor een lidwoord en een zelfstandig naamwoord kan invullen. Daarom nemen ze op de basisschool de kast, want dan kun je op de kast, in de kast enzovoorts invullen. En dan is de een lidwoord en kast een zelfstandig naamwoord. Alleen voor de kast kun je niet alle voorzetsels invullen. Daarom neem ik hier eventjes de tijd, ook zelfstandig naamwoord en lidwoord. En dan zou je bijvoorbeeld bij de tijd kunnen invullen. Maar je zou ook kunnen zeggen, vanwege de tijd moest de leraar de uitleg afbreken. De les, tijdens de les, of gedurende de les, nou dan zie je al, dat zijn wat andere woorden. En die zul je niet zo snel voor de kast invullen, maar het zijn dus wel voorzetsels. Je kan ook nog zien dat een voorzetsel kan niet los in een zin staan. Je kan niet zeggen, ik loop op, heb je een voorzetsel. Daar moet iets achter komen, namelijk zo'n lidwoord en een zelfstandig naamwoord, of alleen een zelfstandig naamwoord. Dan zou je krijgen, ik loop op straat of ik loop op de straat. Dus een voorzetsel kan nooit los in een zin staan. Nou, daarmee hebben we het voorzetsel eigenlijk gehad. Dan gaan we woordsoortbenoeming afsluiten. Maar niet voor ik je een aantal tips heb gegeven. We hebben best wel een lijstje met woordsoorten benoemd. Deze allemaal. Dan moet je allemaal maar zien te onthouden. Dan moet je ze ook allemaal nog kunnen vinden in de zin. Dat kan best wel lastig zijn. Daarom 2 tips. Tip 1. Ik heb ze hier oranje gemaakt. Probeer als je twijfelt bij een woord, het woord te vervangen door een ander woord. Je zou bij elke woordsoort zou je bepaalde typische woorden kunnen bedenken. Zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld een man is altijd zelfstandig naamwoord. Bepaald lidwoord, de. Een bijvoeglijk naamwoord, mooi, mooier, mooist. Zelfstandig werkwoord, bijvoorbeeld fietsen. Een aanwijzend voornaamwoord, die of dat. En een voorzetsel, ik zeg maar eventjes op. Nou, als je nou twijfelt bij een woord, probeer het dan te vervangen door een ander woord. En tip 2, kijk naar de omgeving van een woord, dus de woorden eromheen. Voorbeeldje, als er een lidwoord is, dan moet er ook een zelfstandig naamwoord zijn. Dus zie je een lidwoord, dan weet je, oké, daar in de buurt zal vast een zelfstandig naamwoord staan. Nou, pak er even een voorbeeldzinnetje bij om dat te laten zien. Gedurende het optreden van Shakira maakte die jongens enthousiast een selfie. Nou, twijfel je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, over het woord optreden. Is dat nou een werkwoord of een zelfstandig naamwoord? Nou, tip 1, vervangen. Tip 2, naar de omgeving kijken. Ik zie al hier een lidwoord staan, het. Dus waarschijnlijk staat er een zelfstandig naamwoord in de buurt.
Nou, ik zie hier een voorzetsel. Gedurende het optreden. Je zou hiervan kunnen maken op de bank of op de man, als je een ander zelfstandig naamwoord wil invullen. Dan klopt de zin misschien niet meer. Op de bank van Shakira maakte de jongen, dat bedoelde je niet te zeggen. Maar grammaticaal klopt het. En zo zie je dat het dus voorzetsel, bepaald lidwoord, zelfstandig naamwoord is. Twijfel je over enthousiast? Ga ik hem vervangen? Maakte de jongens mooi een selfie? Nou, dan zie je. Dat werkt. Dus dit is enthousiast is een bijvoeglijk naamwoord. Nou, probeer op deze manier met woordsoortbenoeming te werken. Nou, laatste tip die ik je ga meegeven. Je kunt alle theorie van de woordsoorten uit je hoofd kennen. Maar het belangrijkste is dat je gewoon leert om het te benoemen. En dat kun je het beste gewoon oefenen. Daarom zou ik je echt aanraden om op sites bijvoorbeeld te gaan oefenen. Een hele handige is cambiumnet.nl. En daar heb je dan oefeningen. En dan klik je hier op woordsoorten. Daar staan hele handige oefeningen. Bijvoorbeeld hier met zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden. Of oefening 6 hier met voorzetsels. Een andere handige is beter ontleden. Enige nadeeltje daarvan is dat je even een account moet aanmaken. Maar als je eenmaal zo'n account hebt, kun je heel gericht oefenen op beter ontleden. Kijk maar hier. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil vooral de voorzetsels oefenen, want die vind ik moeilijk en aanwijzend voornaamwoord. Nou, dan klik je die aan. Je kan dan kiezen 3 zinnen of misschien zelfs wel 20. En dan ga je starten. En dan ga je alleen met die woordsoorten oefenen. En wat dan nog handiger is, dat hij aan het einde aangeeft waarin je veel fouten hebt gemaakt. En dan weet je, oké, daar moet ik nog extra mee gaan oefenen of dat moet ik nog wat beter gaan bestuderen. Ik wens je heel veel succes met het oefenen.